We gaan naar de screening van een Rotterdamse politieagent. Daar is verbazing over. Ja, zeker verbazing. De Telegraaf die schrijft deze ochtend dat een racende agent gewoon kon doorwerken. Dit artikel gaat het over. Het gaat om aspirant Youssef S. En hij heeft nogal wat op zijn kerfstok. Hij reed 131 km per uur waar hij 80 mocht. Werkte zonder toestemming van de politie voor een taxibedrijf. Bestuurde een auto waarvan de APK was verlopen. En droeg ook politiekleding in zijn vrije tijd. Nou, ruim anderhalf jaar kraaide er geen haan naar. En in februari 2018. Blijkt uit vertrouwelijke stukken die de Telegraaf in handen heeft, dat zijn zus en nicht zich in Syrië bevinden. Hij heeft dat vervolgens wel bij zijn screening aangegeven bij de nationale politie, maar zegt, nou, ik heb geen contact met hem. Dat ze zich vermoedelijk bezighouden met terroristische activiteit is voor de politie geen reden om deze Youssef S. uit de opleiding te halen. Nou, in mei van dit jaar krijgt de dienst dan een melding dat de zus van S. terug is gekeerd als Syriëganger richting Nederland. Zij zit op dit moment in gevangenis als terreurverdachte. Nou, en dan gaat het balletje een beetje rollen. Dan komen ook die andere zaken, hè, dat hij racete, dat hij zijn rijbewijs daarvoor is kwijtgeraakt. Dat komt dan allemaal bovenrollen. En dan besluiten ze om hem te ontslaan. En in zijn ontslagbrief staat dan ook dat het niet past bij de hoge integriteitseisen die worden gesteld aan politieambtenaren. En dat er ernstige twijfel is ontstaan over de betrouwbaarheid, integriteit en het rolbewustzijn van deze aspirant. Ja. Nu kan je natuurlijk specifiek niks zeggen aan over deze specifieke zaak, maar in het algemeen gezien. We weten nu door dat grote onderzoek wat er gaande is binnen de politie van EncroChat, dus de chatdienst van criminelen die ze hebben gekraakt, dat corruptie binnen de politie een enorm probleem is. Dat blijkt uit die gesprekken dus ook. Heb je daar een verklaring voor? Want ik vind het nou zo raar dat je dus denkt, je gaat op bij de politie omdat je een hoger doel wil nastreven, omdat je iets wil betekenen in de samenleving. Hoe kan het dan toch dat zo'n probleem is? Ja, ik weet niet waar het vandaan komt. Ik vind gewoon, iedere politieagent hoort integer te zijn en betrouwbaar. Mm-hmm. Als hij of zij dat niet is, is het een gevaar voor mijn gezondheid, veiligheid, maar ook voor de mensen die dagelijks op straat zitten. Ik vind dat je gewoon moet zeggen, oké, je voldoet niet aan de criteria. Dan moeten er misschien andere maatregelen eigenlijk gaan plaatsvinden. Maar er is al gewoon standaard altijd een screening. Alle onze regisseurs krijgen een screening. Ja, maar blijkbaar worden heel veel dingen daar toch niet goed uitgehaald. Ja, maar de grote vraag is natuurlijk, waar gaat screening plaatsvinden? Wat kan je achterhalen als mensen gewoon zelf naar buiten toe gaan? We gaan niet iemand achtervolgen om te kijken naar welke koffieshop of wat theehuis dat die gaat. Ja, maar een rijbewijs verliezen is redelijk concreet. Dus ik vraag me af op welke manier daarop gehandeld wordt. Hè? Op het moment dat je ook bij een bedrijf werkt waar een leaseauto gegeven wordt. Als je rijbewijs verliest, verlies je ook je baan. En dan ook nog eens bij de politie. Ik kan me zomaar voorstellen dat er toch wat strenger toegezien wordt op dat soort integriteitsregels. Omdat je ook een voorbeeldrol hebt. Dus ik vind het, nou ja, in twee opzichten best wel een vervelend verhaal. A, straalt het af naar allerlei mensen die wel hun best doen. En B, nou ja, hoe kan het zo zijn dat binnen het meest veilige domein, de politie, zo iemand rondloopt? Daar is dus nu ook onderzoek naar gaande, ook naar aanleiding van EncroChat. Ja, de EncroChat komt naar voren toe. Ja. We hebben een tijd geleden is natuurlijk ook eentje is er aangehouden. Dat is uitgebreid de publiciteit geweest. Ja. Maar ik vind het een doodsteek voor de integriteit van de politie. Ja.